We hebben heel veel opnames gehad. Er zijn heel veel honden gedumpt, verwaarloosd, in beslag genomen, aangereden en doorgereden. We hadden eigenlijk plaats voor 70, 75 honden en we hebben op een 120 tot 130 honden binnengehaald tegelijk. Dat is eigenlijk niet te doen. Buiten dat gaat het goed. We zijn heel veel aan het verbouwen, veranderen, samenwerkingen aan het aangaan met Amerika en de dierenartsen. Er is een heleboel te vertellen. Natuurlijk, dit is mijn vraag elke keer. Wat moet gebeuren om dit situatie, laten we zeggen, te normaliseren? Ja, bewustwording. Daar is de OLB mee begonnen. Wij zitten ook in de werkgroep. En daar gaan we mee samenwerken. Maar wat we nu ook merken sinds de campagne, dat er meer honden gedumpt worden. Mensen nemen de verantwoording niet. Die zijn bang voor de represailles of de boetes die gaan volgen. Ze doen de halsbandjes af en ze laten de honden op straat. Dat is niet de bedoeling. We willen niet dat jullie bang worden. We zijn er om te helpen. En we kunnen er met elkaar uitkomen. Dat is echt wat we willen. En dat is, ja, de uitleg is een beetje kortzichtig, vind ik zelf. En dat is niet de bedoeling. Ze kunnen altijd bellen voor hulp. En als we kunnen helpen, dan gaan we dat doen. Nee, we gaan geen hekken voor je plaatsen, want daar hebben we gewoon het geld niet voor. Ja, we gaan je wel helpen hoe het moet, wat beter kan. Als het echt nodig is, voel geven en dat soort dingen. Maar dump de honden niet op straat, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Steriliseren is ook een heel belangrijk onderwerp. Steriliseren doen we al heel lang. Bel en we verwijzen je door en we geven een fiat dat hij gratis gesteriliseerd kan worden. Dat is wel op één voorwaarde, je moet het echt niet zelf kunnen betalen. Er zijn ook mensen die het wel kunnen betalen en daarvan gebruik maken. En dat is niet de bedoeling. Peter, jullie stuurden ook veel verschillende honden naar buitenland. Hoe ging het met deze jaar? Tot en met 2 maanden geleden ging het heel moeizaam. Afgelopen maand hebben we 17 honden weer naar Europa gestuurd. En dat begint weer aan te trekken. En daar zijn we blij mee, want daardoor kunnen we ook weer plaats bieden aan andere honden. En dat blijven we doen. Jij bent hier al voor 2,5 maand. Hoe ging het? Ja, goed. Het was in het begin eventjes wennen, want ja, het is best wel overweldigend af en toe. Maar ja, het zijn allemaal stuk voor stuk heel lieve honden. En het voelt nu wel een beetje als thuis hier. Is dit jouw eerste ervaring om met de honden te werken? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik wil, in Nederland wil ik ook wel met honden gaan werken. Dus ik dacht, dit is wel een mooie opstap. Ja. En hoe bevalt het? Goed, heel goed. Ja. Wat zou je aan andere jongeren zeggen om mee te helpen als vrijwilliger hier bij Kakkelvers? Gewoon doen. Het is echt waard. Ja. En je krijgt heel veel liefde terug. Dus daar doe ik het voor. En wat ik daar nog op wil aanvoeren is, wij hopen ook en proberen steeds ook gewoon mensen van het eiland bij ons te krijgen. De lokale mensen. Dat klinkt misschien raar, maar daar werken we ook heel graag mee. Daar kunnen wij weer van leren. En dus meld je aan als vrijwilliger. Hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen bellen met 780-8020. Maar ze kunnen ook even via Facebook een berichtje sturen. En we willen je graag. Ja. En, zijn mensen die toch willen helpen, misschien met voedsel geven en zo, kunnen ze dat doen? Ja, mag ook altijd. Want zoals bekend is, wij vervoeren ook op het eiland. Met honden die nestjes hebben, die van niemand zijn, zoeken we een soort foster voor. Die 2 keer per dag gaat voeren, water geven, de hondjes in de gaten houden. Daar hebben we ook mensen voor nodig. En dat mag allemaal.